bedenker, dat is iets heel anders. Hij heeft al veel gedaan voor de organisatie, dat klopt. Maar alsnog zijn wij het. Ja. Ik ga niet oefenen, ik doe het niet hoor. Ik heb het al gezegd. Ja, dat hadden we 3 dagen geleden moeten doen. Yo Milan, dat hadden we 2 weken, een week geleden. Ik vind het helemaal goed. We hadden het sowieso, weet je, met de countrymarkt was het goed geregeld. Toen hebben we echt een aantal keer geoefend. Ja. Maar dat was ook echt leuk. En die klompendansen, ja. Die mensen hadden gewoon nog een keer moeten komen. We vonden het allemaal fantastisch. Ja. Die hadden gewoon vrijdag of donderdag of zo nog een keer moeten komen. Maar die dansjes waren zo moeilijk. Die dansjes waren zo moeilijk. Dat we echt nog een keer met begeleiding die dansjes hadden moeten doen. Ja. Ja, klopt. Je bent zo snel, Fren. Ja. Hij is een teertpoes. Ja. Maar laat hem lekker lullen. Hij is, Ja, maar dat is toch gek? Dan nee, hij is tegen mij ook bezig. Ja, de mensen waar hij dan om geeft, daar gaat hij dan naartoe. Maar ik bedoel, Andrea is al een uur in het huisje. Die kan je ook even roepen dan. Ja, daarom. Maar je moet je er niet te veel van aantrekken. En, ik weet niet waar hij mee bezig is. Want hij loopt hier zelf ook gewoon te chillen. En als het allemaal zo erg is, dan moet hij zelf lekker gaan rennen. Ja, precies. Dus nee, niet doen hoor. Mooie nagels trouwens. Ja, hè? Ja. Alleen kijk, wel helemaal uitgeschoten. Ja, waar dan? Oh ja. Kijk. Dat zie je niet. Superleuk. Leuk, hè? Tof. Ik doe het tenier mee. Ik zeg, ik heb het net met Milène erover. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Ja, tuurlijk, man. Ik ga echt niet voor lul staan. Spijt me zeer. Ik doe het ook niet. Maar ik ga mijn klompen ook niet aandoen. Ik heb nog steeds pijn van de week. Ik doe het ook niet. Vertik het. Nee, het spijt me zeer. Nee. We gaan niet... Het is namelijk 10 uur, hè. Ik ga niet 10 of een half uur voor een markt nog een dans leren. Nee, ik ook niet. Gaat Fren hem wel geven dan? Weet ik niet. Want volgens mij kan Fren het dansje zelf niet eens meer. Ja, weet je, ze hadden, ze zijn gewoon super nalatig hiermee geweest, die jongens. En, we hadden toen die tijd moeten filmen en toen hebben ze daarna, zei ik nog, ja, vraag dan een filmpje op. Nou, hebben ze gedaan, hebben ze geen antwoord op gekregen. Ja, sorry, spijt me zeer. Dus, weet je wat het is? Iedereen vond het super leuk. Ze hadden gewoon nog keer die mensen moeten laten komen, wat barstje gelachen. Ja. En dat hadden we gewoon afgelopen woensdag of donderdag moeten doen. Heb je een nieuw kitty? Ja. Nog promo loop voor Amy. Leuk, hè? Ja. Ik vind het ook echt leuk. Ja, dag. Zoek het uit. Ik ga het echt niet doen. Ik doe het ook niet hoor, maar Lex doet het ook niet. Milena doet het niet. Nee, mooi zo. En ik sta echt achter alles wat we hier doen, maar dan moet het wel even gewoon op een normale manier gaan. Nee, ik ga niet doen, want... Kan je hoog of laag springen? Ik doe het niet. Ook niet. En ik denk dat niemand het gaat doen. Nee, kijk wel uit. Nou, dan doen Gerrit en Jessie hem lekker met z'n tweeën. Nou, dat vind ik nou eens een hele goeie. Hun hebben de markt toch georganiseerd? Ja. Laten hun zij willen ze graag de klompen. Dan kijken, want dan komt meneertje zo meteen alweer aan en zeggen dat we moeten komen.